Ja, Karim, dat is een resultaat dat staat. Ja, zeker. We hadden sowieso wat recht te zetten tegen die gasten. En dat is aardig gelukt. Dus dat is wel mooi, ja. En met het recht zetten doe je dan op de wedstrijd van gisteren? Ja, zeker. Gisteren was het veel minder dan vandaag. Dat was duidelijk te zien. Maar ja, al met al hebben we gewoon de beelden bekeken en gewoon gedaan wat we moeten doen. En dan zie je dat je gewoon een kans maakt tegen Portugal. En dat hebben we vandaag laten zien. Wat zegt het dat jullie in topland als Portugal nummer 4 van de wereld partij kunnen bieden of sterker nog kunnen verslaan? Ja, kijk, we hadden de EK-kwalificatie ook tegen Rusland gewoon laten zien dat we heel goed kunnen voetballen en gewoon eigenlijk mee kunnen doen. Het mooie is dat het gewoon vandaag uitbetaalt, zeg maar. Hard werken, iedere week met z'n allen, afspraken nakomen. Iedereen die doet zijn best om dit neer te leggen. En dat doen we gewoon met z'n allen en je ziet het, we winnen gewoon. En wat geeft dan vanavond de doorslag? Wat gebeurde er vanavond wel wat bijvoorbeeld in die eerste wedstrijd niet gebeurde? Ja, ik denk dat we vandaag heel goed druk zetten. En daardoor maakt Portugal meer fouten dan gisteren. Ik vond dat ze gisteren vrijer konden voetballen dan vandaag. Vandaag zaten we echt op hun huid. En het pakt gewoon goed uit. Iedereen ging vol in de strijd. En daardoor pakken we denk ik ook gewoon de overwinning. Alles natuurlijk in voorbereiding op het kwalificatietoernooi dat in december gaat worden gespeeld. Hoe ziet jullie traject daarnaartoe er nu uit? Ja, kijk, dat we nu oefenen tegen zo'n tegenstander is natuurlijk ideaal. Want straks kom je een beetje dezelfde tegenstanders tegen. Van hetzelfde niveau. Ja, iets hoger niveau, maar wel vergelijkbaar. En we hebben hiervoor zeg maar tegen Wales geoefend. Dat is niet vergelijkbaar met Portugal. En eigenlijk is het ideaal om naar Spanje toe te werken en Bosnië. Dus goede resultaten en hopen dat we het daar hetzelfde laten zien. Ja, want hoe reëel is die kwalificatie in jouw ogen? Waar we nu naartoe gaan? Ja, hoe groot acht je de kans, laat ik het anders vragen, dat jullie hier voor het toernooi gaan plaatsen? Ja, kijk, we gaan natuurlijk alles geven. En ik ga niet zeggen dat we kansloos zijn tegen Spanje. Tuurlijk is het een tegenstander van hoog niveau, maar we hebben altijd de kans. Ja. En hoe groot de kans is, dat moeten we zelf laten zien. En ik denk dat we Bosnië gewoon moeten pakken en ook te pakken is. Dus we focussen ons zeg maar meer daarop. Maar ja, Spanje gewoon zo lastig mogelijk maken en misschien pikken we een puntje mee. Dus, Jullie spelen het kwalificatietoernooi in Eindhoven voor eigen publiek. Dus we zien vanavond wat het kan doen als publiek achter jullie staat en een voor jou bekende hal hier. Hoe is dat voor jou? Ja, het is natuurlijk heerlijk. Allemaal bekende, familie, vrienden. Dat geeft je toch de motivatie om een stapje harder te maken. Het leuke is ook dat die kinderen zeg maar, waarvoor ik werk, maatschappelijk bij TBP, zie je ook op de tribune en dan hoor ik, Mr. Karim, dat geeft je toch wel de motivatie om nog een stap harder te maken, om toch een slijding te maken. En daarvoor wil ik iedereen bedanken die er voor mij was en natuurlijk voor het Nederlands team. Ze hebben een beetje bijgedragen aan de overwinning. Ja, tuurlijk. Iedereen die er was, denk ik. Dus daarvoor wil ik ook iedereen